tot nu toe heb ik de benen niet om aan te vallen. Dus alles hangt van de benen af. Ik kan wel aanvallen, maar als hij er dan twee keer zo hard overheen kletst, zoals de afgelopen twee weken, dan heeft het geen zin. Dus. Zes en 50 seconden, zoveel bedraagt de voorsprong van Simon Yates, de leider nog op Tom Dumoulin, terwijl er hier wordt afgebouwd. Het was de tweede en tevens laatste tijdrit van de Giro d'Italia. We zagen Tom Dumoulin binnenkomen. Het was één grote hectiek daarna. Veel pers, veel aandacht, veel drukte. Maar feit is wel, is het gat te groot voor Tom Dumoulin? Daar lijkt het wel op, ja. Dumoulin had het zelf over een wonder die hij nodig heeft. Nou ja, wij staan hier nu voor een kerk. Dus misschien ja. Is hij hier nog even naartoe gegaan voor dat wonder dat nodig is. Tot nu toe is Simon Yates op elke aankomst bergop, of elke bergrit, is hij beter geweest dan Tom Dumoulin. Ja. Dus ja, je kunt wel concluderen dat als hij in de drie bergritten die nog volgen zijn achterstand voor bijna een minuut weg wil werken, dat het er dan neerkomt dat Simon Yates echt een slechte dag moet hebben. Als iemand hele goede benen heeft, dan kun je elk plan op aarde bedenken en dan ga je hem niet lossen. Heeft geen zin. Ja, nou, zullen we gauw naar rit 17 gaan dan? Er zitten geen noemenswaardige bergen in, maar waar gaan we op letten deze etappe? Nou ja, misschien kunnen we erop gaan letten of Dumoulin even wat door het peloton heen laveert. Ja. Op deze, er zitten inderdaad niet hele zware heuvels of bergen in, maar het is wel redelijk glooiend, zeker in het eerste deel. Mm-hmm. De renners starten aan het Gardameer. Veel Nederlanders zullen dat waarschijnlijk herkennen en dan moeten ze meteen omhoog en dan is er nog een klim van derde categorie ergens. Ja. Dit laatste stuk is wat minder, maar elk moment kan er wat gebeuren. Hè? Dat hebben we gezien. Dus er moet gewoon opgelet worden. Alleen ja, het beste scenario voor de klassementsrenners is dat een kopgroep de ruimte krijgt. Een minuut of tien dat die gaan strijden om de etappezege. Als dat zo is en als een kopgroep wat ruimte krijgt, dan kan Dumoulin misschien het peloton een beetje, bijvoorbeeld bij provinciegenoot Wout Poels langs. Ja. Om eens te vragen of Team Sky misschien wil helpen in de jacht op Yates. Want Chris Froome is ook weer gestegen in het klassement. Chris Froome staat nu vierde. Ja. Misschien kan er een Limburgs, Nederlands, Duits, Engelse alliantie gesmeed worden. Ja. Waarin ze samen Yates kunnen aanvallen. Aan de andere kant is Froome natuurlijk een Brit en Simon Yates ook. Dus, en Dumoulin heeft ook niet echt een goede historie wat betreft allianties op de bergen. Dus nee. heb ik er geen hoop in. Flink moeten masseren. Nee, ja, waarschijnlijk zal hij gewoon van zijn eigen team moeten hebben en dan zal Sam Omen een belangrijke rol gaan spelen. Het is goed dat je dat zegt, want Simon Yates zei op de persconferentie na de tijdrit dat hij zijn tactiek gaat veranderen, dat ze meer verdedigend gaan rijden. Dus wat betekent dat voor de koers? Nou, ik zeg eerst zien dan geloven, want tot nu toe is het zo dat Simon Yates eigenlijk bijna elke bergrit aangevallen heeft. Zelf ook gewoon in de roze trui, hè, daar zich niet door tegen laat houden. En natuurlijk was dat, en dat heeft hij ook gezegd, omdat hij voor deze tijdrit zoveel mogelijk tijd wilde pakken. Maar als hij zich goed voelt weer in een bergrit en ziet dat zijn tegenstanders, gaat hij dan in het wiel zitten bij Tom Dumoulin? Ik bedoel, never change a winning team, zou je bijna zeggen. Ja. Ja. Hey, en als je kijkt naar wie Tom Dumoulin nog kunnen gaan helpen, wie Team Sunweb nog kan gaan helpen aan die zege, is dat misschien wel Robert Geesink die voor eigen succes wil gaan? Nou ja, Robert Geesink zit in Lotto Jumbo. Bij Lotto Jumbo hebben we zo nog George Bennett, die staat klassementsrenner. Ja. Die staat geloof ik tiende nu. Dat is toch een top 10 plek die ze wel willen behouden in ieder geval, of in ieder geval willen bewerkstelligen. Dus dat zal hun eerste doel zijn. Als Robert Geesink zijn landgenoot kan helpen. Maar goed, Robert Geesink die is hier gekomen om ritzege te boeken. En daar heeft hij nog waarschijnlijk drie kansen voor. Dus dat zal zijn belangrijkste doel zijn. Tot slot, wat verwacht jij van rit 17? Wordt het een beetje kijken hoe de pet staat en dan al gauw naar de wat zwaardere etappes toe? Of denk je dat er nog wat spannends gaat gebeuren? Nou, ik heb volgens mij deze Giro één etappe gezien waarin het echt rustig was voor de mannen in het peloton. Ja. Voor de rest hoopten ze al, morgen wordt het misschien eindelijk een keer rustig en dan ging het weer als de brandweer. Maar het is voor vluchters wellicht ideaal. Nou ja, dat zou voor de klassementsrenners het beste scenario zijn. Een kopgroep die een minuut of 10 krijgt en die dan om de zege mag strijden. En dat ze erachter gewoon rustig wat kunnen keuvelen en een beetje bij kunnen komen. Oké. Wij gaan vertrekken. Waar zijn we eigenlijk op dit moment? Ik ben het helemaal vergeten. Hoe heet het plaatsje ook alweer? Novereto zijn we, Mark. Novereto zijn wij. Nou ja, wij gaan naar ons hotel en wij zien u graag morgen weer. Dag.